Boerenorganisaties reageren gematigd positief op de plannen van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Kritisch punt blijft om gericht 600 piekbelasters te beëindigen of verplaatsen. LTO houdt binnenkort een ledenconsultatie over de plannen van Remkes. Nou, LTO heeft toch wel flink wat minder gehaald, 7 punten. Er zijn ook 3 punten waar we eigenlijk niet gelukkig over zijn. En om teleurstelling te voorkomen, vinden wij zelf dat we dat gewoon in alle openheid moeten voorleggen aan onze leden. LTO en Agractie zijn beide kritisch over het opkopen van piekbelasters. Er wordt nadrukkelijk gesproken over veel piekbelasters. Ja, en dat vinden wij een vuurgevaarlijke route. Omdat binnen een jaar zelfs, we vragen ons af hoeveel industriële bedrijven zitten daarbij. Maar het is aan de politiek om conclusies hieruit te trekken als eerste. En daarbij willen we meegeven, blijf ver weg van onteigening. Zorg voor goede regelingen waarbij een boer gewoon voldoende betaald krijgt om te stoppen. Want de potentie van vrijwillige stoppers is er gewoon. De boodschap is niet op voorhand uitkoop. Ik heb niet voor niks gezegd dat je begint met de vraag, is een wat ander ondernemingsplan met veel minder uitstoot mogelijk? Een tweede lijn die gevolgd zou moeten worden, wat kan innovatie op mijn bedrijf betekenen? En een derde lijn is de lijn stoppen en uitkopen. Dus het is wel de goede volgorde die in acht genomen moet worden. Ik zeg dus niet dat op voorhand 500 bedrijven uitgekocht moeten worden. Dat proces hoort zorgvuldig en met maatwerk handen naar voeten te krijgen. Positieve punten zijn er ook. Nou, we hebben een aantal punten binnengehaald als LTO. Ja, de hyperfocus eigenlijk op stikstof. Nou, dan 2, de pasmelders. Hè. Voorrang voor boeren. Dus de pasmelders, dat moet echt geregeld worden. Derde element is toch die brede innovatie. Dat daar eindelijk een doorbraak op komt. Hè. Bewindsleden kunnen nu niet meer zeggen, nou, daar zien we niet zoveel resultaat van. Nee, echt, Remkes zegt, de brede innovatie doet ertoe. En dan heb je natuurlijk ook nog het vierde punt. Het vierde punt wat eigenlijk heel erg belangrijk is. Krijgen we voldoende ruimte om dit rapport te realiseren? Dat hebben we niet binnengehaald. Hè. Wij waren voor 2035. Maar in dit rapport staat, ja, we houden wel vooralsnog vast aan die tijdlijn van 2030. Maar er zitten 2 wettelijke eikmomenten in. Althans, wij ze interpreteren ze als wettelijke eikmomenten. Dat is ook op zich goed. Hoewel wij nog steeds voor 2035 zijn de oorspronkelijke wet van Schouten. We zullen straks eerst als kabinet met elkaar het gesprek moeten aangaan om te kijken wat onze reactie zal zijn. Er komt natuurlijk ook een moment dat ik eens even met Remkes ga praten over hoe had je dat bedoeld en hoe gaan we nu verder? Wat is verstandig om verder te gaan? Want Remkes, dat is nu wel gebleken, is in ieder geval een verstandige man. Hij heeft de partijen bij elkaar gekregen. Dat vind ik een prestatie van formaat. In november komen wij met de toekomstbrief voor de landbouw. Ja, en dan gaan we echt aan de slag met de landbouwsector om te bouwen aan die toekomstbestendige landbouw. Want ja, die landbouw die heeft echt rust nodig, die heeft duidelijkheid nodig, maar vooral ook zekerheid.